Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Karijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken en vandaag gaan we een veel aangevraagde video doen. Namelijk, hoe verwerk je nou het beste hortensia? En dat ga ik jullie vandaag laten zien. Dus heb je zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dat blijft de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En alle leuke winacties. Aan het eind van deze video heb ik nog weer een leuke winnaar voor jullie. Dus heb je meegedaan met de vorige winactie, blijf er vooral kijken. En dan gaan we gauw aan de slag. Bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het compleet pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het ook naartoe moet, het komt gewoon naar je toe. Extra makkelijk. En dan gaan we nu gauw beginnen. We gaan vandaag weer aan de slag met de teakhouten schaal. Naast het verwerken van de hortensia was dit een veel aangevraagde video, omdat we deze eerder al hebben gebruikt. Je kan de schaal los bestellen in de webshop. Het is echt heel mooi, zware kwaliteit. Ze zijn allemaal wel net even iets verschillend. Maar die kan je los bestellen en dit kan je ook los bestellen. Dus als je de schaal al hebt, is dat ook geen probleem. Ik heb een mooie oasebol, daar gaan we mee werken. Die heb ik al vol laten zuigen met water. En we gaan dus hortensia op draad zetten. Zo drogen hortensia's het mooist in en verwerk je ze ook het mooist. Hoe verder de hortensia in bloei is, laten we zeggen, hoe steviger die is, hoe beter die indroogt. En je zorgt dat het toefje bij elkaar komt. Dus zo ver mogelijk doe je je vinger naar boven. Dan maak je een lusje in het ijzerdraadje. Zoals je kan zien. Kijk, en die leg je er bovenop. En dan met het langste steeltje wikkel je eromheen. Zodat je het toefje bij elkaar bindt. En dan zie je dat we hem heel mooi compact bij elkaar hebben. En dan heb je hem heel mooi compact bij elkaar. En dat doe je eigenlijk bij elke hortensia. Ik zal het nog een keertje laten zien. Je maakt dus eigenlijk een lusje in het ijzerdraadje. Je pakt het toefje zo ver mogelijk naar boven. Dus je knijpt als het ware de bloemetjes wel bij elkaar. Doe het wel voorzichtig. En de langste steel die wikkel je eromheen. En dan heb je het heel mooi compact bij elkaar. En zo mag je dat bij alle hortensia's doen. Of tot je voldoende hebt voor de bol. En hoe verder je de herfst in gaat, hoe steviger de hortensia's worden. En hoe mooier ze ook indrogen. En ik gebruik nou verschillende kleuren hortensia's. Als je de toefjes allemaal hebt gemaakt, gaan we de bol erbij pakken. Snijd de hortensia wel even schuin aan. Met ijzerdraadje knip je af. Doe je niet met een snoeischaar, maar met een allesknipper of een ijzertang. En je drukt de hortensia zo compact mogelijk in. Zodat je hem ook mooi compact houdt en dat er weinig lucht tussen komt als het ware. Dan zul je zien ook dat hij het mooist indroogt. En ik wissel de kleuren af, zodat het mooi gemengd in de bol komt. Je zult zien dat de bol wat gaat lekken bij het steken. Probeer de hortensia niet te veel in het water te leggen, want als het dan vochtig wordt, dan kan het gaan schimmelen. En dat zou jammer zijn. Dus maak het tussendoor dan eventjes droog. Ik doe eerst een ring rondomheen, zodat ik weet dat de verdeling helemaal goed is. Ik heb eigenlijk al een mooi kransje. En dit kan je ook met gewone kransen doen. Dat doe je eigenlijk op dezelfde manier. En je zult merken dat er best wel veel materiaal in gaat. Omdat je het heel compact erin steekt. Muziek.
hebben we dan een prachtige bol gevuld met hortensia. In deze kleine bol zitten al wel 5 hortensia's, omdat je mooi compact verwerkt. Dus let op, er gaat echt heel veel materiaal in. En kijk, invoud zie je het. Echt super mooi. Hoe mooi zit op, op deze onderschaal. Die schaal is al heel mooi. En dan op deze manier de bol is ook heel mooi. Maar ik ga nog eventjes laten zien wat je aan extra's kan toevoegen. Zo vind ik het in deze tijd ook echt heel leuk om met dadeltakken te werken. Ze drogen heel mooi in. Dan worden ze wat grijziger. Ja, grijs-blauw. Zwart als het ware. En je kan ze ook heel leuk in delen gebruiken. En ik vind het mooi om deze er even tussenin toe te voegen. Dan krijg je nog net even wat meer spanning in je bol. Maar hou je het wel eenvoudig. Dus dat is dan wel weer mooi. Ik gebruik gewoon kleine stukjes. En ik zet dit vast met een krammetje. Elke kant heb ik de hortensia gedaan. Maar wat je ook kan doen is de onderkant vrij laten als je hem op een schaal legt. Maar je kan bijvoorbeeld ook deze bol gaan ophangen. Dat is ook heel leuk. Zo kan, als je het aan alle kanten bindt, kan je er eigenlijk alle kanten mee op. Maar wil je hem wat nog compacter, dan zou je bijvoorbeeld ook een onderkant vrij kunnen laten. Ik let goed op dat de vorm erin blijft. Dus ik let erop dat de dadeltakken niet te ver uitsteken. Maar dat ze mooi compact op de bol zitten. En ik doe er echt een heel klein beetje Tilantia tussen. Voor de grijze kleur, maar ook echt heel klein beetje. Dus, en dit kan je eigenlijk er gewoon een beetje zo tussen stoppen, tussen de hortensia's. Mocht je nog gaatjes hebben, kan je hem ook op die manier opvullen. Maar ik verwacht dat jullie op deze manier wel... Hoe prachtig is deze bol. Je kan er heel veel meer aan toevoegen. Je kan er ook nog leuk pompoenetjes bij opleggen, mocht je dat leuk vinden. Om er zo wat herfst aan toe te voegen. Maakt ook heel erg leuk op de schaal. Maar door die eenvoud van de bol kan je eigenlijk alle kanten op en maak je hem gewoon heel erg mooi. Dus ik ga er ook niet meer aan doen. Ik vind hem mooi af zo en soms moet je leren om te stoppen als iets gewoon mooi is. Wil je het pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder een kopje cursuspakketten. Jullie hebben nog een winnaar van mij te goed van de winactie en die komt hier in beeld. Gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen en hebt een mooie cadeaubon gewonnen. Dus dat is natuurlijk superleuk. En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Wil jij iets leren of wil je iets op een bepaalde ondergrond zien? Laat het hieronder even weten en wie weet verwerk ik het dan in de video. Op deze manier kan je dus ook kransen binden. Ik zal het ook vast hier nog op het kanaal laten zien. Maar dan kunnen jullie alvast aan de slag met de hortensia. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!